Zeepot, 918 Middengolf, met het nieuws. Goedenavond, dit is... En tot zover het nieuws. Is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Volgens mij kan ik het concept van de serie Con Artists eigenlijk beter loslaten. Er komen te veel losse afleveringen tussendoor die ook met het onderwerp te maken hebben. Die ik dan weer achteraf moet indelen bij het onderwerp, wat ik dan maar niet doe. Dit is er weer zo eentje. Een van de meest bekende en slim bedachte gevallen van verzekeringsfraude zonder geweld is het verhaal van de Great Salad Oil Swindle van Anthony Tino De Angelis. Dit was een ingenieus uitgevoerde fraude die in de jaren 60 de Amerikaanse voedingsmiddelenindustrie en de financiële sector op zijn grondvesten deed schudden. Anthony De Angelis was een ondernemer uit New Jersey die zich bezighield met handel in plantaardige oliën zoals sojaolie. In de jaren 60 richtte hij de Allied Crude Vegetable Oil Refining Corporation op en begon hij een fraude op te zetten die uiteindelijk leidde tot verliezen van honderden miljoenen dollars. De Angelis gebruikte een slim systeem van bedrog om banken en investeerders ervan te overtuigen dat hij enorme voorraden sojaolie had opgeslagen in opslagtanks. Deze voorraden werden gebruikt als onderpand voor leningen en kredieten. De Angelis maakte handig gebruik van een fysieke eigenschap van olie om zijn fraude te plegen. Olie drijft namelijk op water. De Angelis vulde zijn opslagtanks gedeeltelijk met water en bedekte dit met een dunne laag sojaolie. Dit gaf inspecteurs de indruk dat de tanks volledig gevuld waren met waardevolle olie, terwijl het grootste deel eigenlijk uit water bestond. Hij vervalste documenten en inventariscertificaten die daardoor aangaven dat de grote hoeveelheden olie in zijn opslagtanks lagen. Deze certificaten werden door gerenommeerde inspecteurs en keuringsbedrijven geaccepteerd zonder grondige controle, wat het bedrog geloofwaardig maakte. Met de vervalste certificaten kon De Angelis enorme kredietlijnen openen bij banken en leningen afsluiten. Hij gebruikte dit geld om te investeren in andere activiteiten en om zijn eigen bedrijf draaiende te houden, terwijl hij bleef liegen over de omvang van zijn oliereserves. De fraude begon in november 1963 aan het licht te komen toen de banken en andere belanghebbenden ontdekten dat de olievoorraden die als onderpand dienden grotendeels niet bestonden. De omvang van de fraude en de betrokkenheid van gerenommeerde financiële instellingen zorgden voor een ware schokgolf in de financiële wereld. De fraude leidde tot verliezen van ongeveer 150 miljoen, wat in die tijd een fenomenaal hoog bedrag was. Verschillende banken en investeerders gingen failliet of leden aanzienlijke verliezen, waaronder American Express, die bijna failliet ging vanwege hun betrokkenheid bij de kredietverlening aan De Angelis. De Angelis werd gearresteerd en veroordeeld voor zijn rol in de fraude, wat leidde tot strengere regels en procedures voor inspecties, documentatie en kredietverlening in de voedingsmiddelenindustrie en in de financiële sector. De Angelis bracht voor wat hij deed 7 jaar door in de gevangenis, maar zijn fraude had een blijvende impact op hoe bedrijven en banken omgaan met onderpanden en de noodzaak van grondige inspecties en controles. Wat de Great Salad Oil Swindle zo opmerkelijk maakt, is de eenvoud en de slimheid van het bedrog. Deze geschiedenis blijft een les in waakzaamheid en de noodzaak van grondige due diligence in de financiële wereld. In Canada speelde in 2011 en 2012 een kwestie die hier nogal op lijkt, de Great Canadian Maple Syrup Heist. Esdoornsiroop is een essentieel product voor Canada dat verantwoordelijk is voor ongeveer 75% van de wereldwijde productie. Quebec is de belangrijkste provincie waar esdoornsiroop wordt geproduceerd. De productie en distributie van esdoornsiroop wordt sterk gecontroleerd door de Federation of Quebec Maple Syrup Producers, FPAQ, die een strategische reserve van esdoornsiroop aanhoudt om de markt te stabiliseren, dat wil zeggen de prijzen te kunnen beïnvloeden. Die vliegen zou in de EU waarschijnlijk niet opgaan, maar esdoornsiroop dat ooit door de inheemse inwoners van Canada werd ontdekt, is ook cultureel heel belangrijk voor het land. Op de nationale vlag van Canada staat heel groot een esdoornblad afgebeeld. De Great Canadian Maple Syrup Heist vond plaats tussen 2011 en 2012 en was een van de grootste diefstallen van levensmiddelen in de geschiedenis. De fraudeurs slaagden erin om voorraden esdoornsiroop ter waarde van ongeveer 18,7 miljoen Canadese dollars te stelen uit een opslagfaciliteit in Saint-Louis-de-Blanchefort in Quebec. De fraudeurs deden dat door een opslagruimte te huren in hetzelfde pakhuis waar de strategische reserve van de esdoornsiroop werd bewaard. Over een periode van maanden tapten ze esdoornsiroop af uit de vaten van de reserve van de FPAQ en vervingen deze door water. De vaten werden vervolgens teruggeplaatst in de opslag, waardoor het leek alsof ze nog vol waren.
De fraude werd ontdekt tijdens een jaarlijkse inventariscontrole in juli 2012. De inspecteurs die merkten op dat sommige vaten ongewoon licht waren en sommige begonnen te roesten, wat een teken was dat er geen esdoornsiroop in zat, maar water. En dat terwijl de vaten van de federatie er altijd onberispelijk uitzagen. De ontdekking van de diefstal leidde tot een grootschalig onderzoek door de politie en door de FPAQ zelf. Meer dan een dozijn mensen werden gearresteerd in verband met de diefstal. De hoofdverdachten, waaronder Richard Valière, werden veroordeeld voor een rol in de fraude. Valière kreeg een gevangenisstraf en werd veroordeeld tot het terugbetalen van miljoenen dollars aan gestolen siroop. De diefstal legde zwakheden bloot in de beveiliging en controle van de esdoornsiroopreserves. De FPAQ versterkte de beveiligingsmaatregelen en verbeterde de traceerbaarheid van de voorraden om toekomstige diefstallen te voorkomen. De heist trok wereldwijd aandacht en werd een symbool van zowel de waarde van esdoornsiroop als de ingenieuze methode van de fraudeurs. Het werd uitgebreid behandeld in de media en inspireerde een documentaire en verschillende artikelen en podcasts over de omvang en de impact van de diefstal. Opmerkelijk bij deze fraude in Canada is vooral de combinatie van eenvoud en durf. De tekst van vandaag is voor een flink deel gemaakt met kunstmatige intelligentie, maar ik heb er ook zelf aan geschreven. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselt en Nijveen op 918 kHz. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres xapenstaartje xdv.me. En natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot. Thank you.